Ik sta op dit moment 38ste in de hele wereld en dit zijn mijn tactieken. Formatie 4-3-2-1. En het is belangrijk om een aanvaller te hebben op rechter center mid. De tactieken zijn heel simpel, namelijk gebalanceerd 45-65, gebalanceerd direct passing 45, 6 streepjes, 1 streepje en 1 streepje. En dan de instructies. De rechtsback alleen achterblijven tijdens aanval. Linksback gebalanceerd en overlappen. Dan de linker center mid en de middelste center mid precies hetzelfde, namelijk weer achterblijven tijdens aanval en cover center, dus het midden dekken. Rechter center mid gebalanceerd en cover wing. Het enige wat je nog hoeft te doen, je links voor op comeback on defense zetten en get in behind. En je andere twee aanvallers ook op get in behind. Volg voor meer.